Het zo gegaan. Jij, je vader en je moeder hebben er toch bij gestaan. Het gebeurde onder jullie ogen. Jij was er ook zelf bij. De spoedwet zet zelfs de grondwet buitenspel. Net als jij, niets hebben we te zeggen. Wat hebben we te doen Volgen is het enige Wat je kunt met goed fatsoen Mond doodgemaakt met een mondkapje Zet hem af, zet hem af Overgeleverd aan de pijn van robot zijn Te volgen is het enige wat je kunt met goed fatsoen mond doodgemaakt met een mondkapje overgeleverd aan de pijn van robots zijn mond doodgemaakt een mondkapje, zet hem mondkapje, overgeleverd aan de pijn van de robot zijn. De volger geeft de regering, geeft de regering macht, Trek je vrij, Ik gooi, je 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 af. gooi je mondkap af, zet hem af, zet hem af, zet hem af, kom op, kom op mensen. mensen, dan hebben we... Dat was monddood en uh, een mooie gelegenheid om even te protesteren en opkomen voor onze vrijheid, mensen. Want uh, dat is heel erg belangrijk in deze tijd. Ik ben Dillis Derksen en dit is het programma. Uh, mooie mensen. En uh, ik heb vandaag een bijzondere gast. Want ik kan elke week wel uitleggen wat mooie mensen is. Maar vooral vragen stellen aan elkaar. En vandaag heb ik te gast bij mij in de studio Karin Bloemen. Goedemiddag, Karin. Goedemiddag, luisteraars. Ja. En natuurlijk Dillis. <laughs> Goedemiddag. Hey, ik heb uh, altijd. Uh, zie ik van andere mensen die een interview houden. altijd een heel, uh, hele voorschot hè, van Karin Bloemen. Nou, dat is die en die en die. Maar ik vind het altijd heel erg leuk als mensen zichzelf voorstellen. Dus wie ben je eigenlijk? Ja, nou, ja. <laughs> Wie ben je eigenlijk, ja. Karin? <laughs> ik, ja, vroeger zei ik dat altijd heel braaf. Dag, mijn naam is Karin Bloemen. Nou? Ik ben uh, cabarettière-zangeres. En ik... Uh, maar dat, ik, tegenwoordig ben ik gewoon een oude vrouw, dus kan ik veel lager praten. Dat is heel fijn. <laughs> ja, ik, ik werk normaal in het theater, ik ben een theaterperformer en ik uh, probeer in deze moeilijke, rare tijden uh, mijn energie en mijn enthousiasme maar te richten op andere onderwerpen dan theater. Mm -hmm. En ondertussen hebben wij natuurlijk uh, negen keer onze theaters afgeschoven, de voorstellingen verschoven. Ja. Maar blijf ik hopen op dat het weer uh, normaal open kan. En dat het publiek zich weer eindelijk kan verpozen in een uh, in een, in een, in een Mooie theaterzaal. Ja, want waarom, mijn... waarom is dat zo belangrijk, uh, Karin? Nou ja, ik merk, tenminste, mijn ingang in deze hele crisis is eigenlijk dat ik het te erg vind dat mensen, wat jij ook zingt eigenlijk, dat mensen zo bang zijn. En ik weet dat angst. Uh, nou, het is een hele slechte raadgever. Uh, soms een hele goede, want je, angst is ook. Uh, je wordt gewaarschuwd en het houdt je alert. Mm -hmm. Alleen het maakt je ook heel gestrest. Je, 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 je adrenaline aanmaken is wat hoger. En je, <coughs> je, je is met je cortisone en je hormonen en je krijgt er stress <laughs> ja. van. Ja. En stress is ongeveer uh, het slechtste voor je uh, immuunsysteem. Ja. Dus. Ons vak zou kunnen zorgen voor ontstressing. En uh, dat zou mensen dus kunnen helpen om door die ontspanning die ze krijgen in het theater, hun immuunsysteem weer een beetje op te bouwen. Ja. Want die angst, ik zie soms mensen zo bang zijn, die worden echt terwijl je met ze praat, als ik. Ja. Dat is echt, me echt bizar en dat vind ik het allerergste om te zien. Omdat mijn beroep is juist gecreëerd, bestaat bij het, bij het recht van, uh, van ontspanning, van genieten, van wegdromen, verpozen. Proberen uh, even weg te gaan uit je zorgen en in een illusie te stappen, een illusionaire wereld, absoluut. En, maar... en nog een hele belangrijke die we net even tegen elkaar zeiden, dat je ook spiegelt aan degene die op het, op het toneel staat. Ja. Hè? Want ja. uh, je, je leert ook van elkaar. Ja, natuurlijk. Jij leert ons ja. heel veel, zeg maar. Ja, maar ook door het denken je, kun je beïnvloeden als performer. Ja. Het, het, de aannames kun, kun je uh, 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 be, uh, laten zien dat mm -hmm. er bijvoorbeeld dingen aannames zijn. Weet je, en dat angst niet altijd uh, gebaseerd is op uh, de juiste informatie. Ja. Dus wij kunnen spiegelen, ja. zowel inhoudelijk als emotioneel, als psychosomatisch. Nou... Wat geweldig, toch? Ik bedoel, dat het en is... dat is het mooiste van mijn vak. Ja. Dus dan zeg ik altijd: mis je het niet? En dan zeg ik: nou, het gaat niet om mij. Ik sta niet al bijna 40 jaar op het toneel omdat ik het zelf eh, het brood nodig heb. In die zin: Voor, voor de aandacht. Ja, ik heb aandacht nodig. Nou, als dat zo is, dan ben ik echt heel sneu. Ja. Ik heb gewoon een waanzinnig mooi vak. En ik ben echt een vakman. Ja. Ik weet hoe ik een zaal van 800, 900 man kan entertainen. En ze allemaal tegelijk. Uh, een goed gevoel kan geven. Ja. En ze gaan bij mij meestal allemaal de zaal uit met een ander gevoel dan dat ze erin kwamen. Soms opgelucht, soms geïnspireerd, soms geenthousiasmeerd, maar vooral niet bang. Ja, niet bang. Ik zal het even voor jou zeggen, tenminste, ik zeg het. Uh, stop de lockdown, mensen. Doe de theaters open. Uh, laat alle regels varen. Want we kunnen gewoon met, die, uh, met deze ziekte gewoon omgaan en uh, dood worden het bij het leven, vind ik. Karin, in... nou, neem maar in het theater nogmaals, er, was, er waren natuurlijk geen besmettingen geconstateerd in het theater. Dus er was geen probleem. Dus toen werd ik gezegd: ja, nee, maar het gaat om de route ernaartoe. En toen dacht ik, ja, maar je stapt in je eigen auto, je rijdt naar het theater, dan stap je uit, je loopt buiten naar de folder en daar word je al opgevangen. Mm -hmm. Dus het gevaar is echt minimaal. Ja, minimaal. Dus mensen moeten ook niet bang zijn om naar een theater toe te gaan of en, en naar een bioscoop. Alles wordt. ...keurig geregeld. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd in oktober... ...toen we nog speelden. Ja? En uh, dan had ik gewoon 120 man in de zaal... ...en ik wilde dan mensen gewoon even gedag zeggen. Dan lieten ze mij echt vijf meter weg bij de voordeur. En dan ging ik gewoon maar zwaaien... ...van dank u wel dat u er was. Dag, ja. dag. En die mensen hadden ook zoiets van... ...ja, we kunnen niet eens met u praten... ...want nee, dat kan niet. Maar ik zeg in ieder geval... Persoonlijk gedacht. Ja. Zo veilig was het. Ja, zo veilig was ja. het. En, en je kunt natuurlijk zeggen: je moet open. Ik weet niet of dat kan. Want ik zie natuurlijk, ja, het, het kan in principe. zou het moeten kunnen, zeker buiten. En uh, ik, ik merk natuurlijk wel dat soms als mensen in clustervorming bij elkaar komen en elkaar helemaal onreigen... en er heeft iemand uh, een ziekte, ook griep of corona, dan kun je elkaar besmetten. Zo simpel is het. Maar bij jonge mensen en heb ik altijd gelezen en dat hoor ik ook van de overheid. Is uh, Het gevaar minimaal, nou, dat mag, maar dan mag je je toch uh, mee. Daar mag je je mee geruststellen. Ja, het is fijn dat je ons gerust stelt. Dank je wel. Ja, dan graag gedaan. Hoor. Ja, graag gedaan. Je kunt mij bellen 06. Nou, ja, <laughs> ja, goed zo. Hey Karin, um, ja, liever, We, we ja. zijn hier bij het programma Mooie Mensen. Daar Mooie ga ik mensen. altijd Nou, dat wou ik zeggen. Ik ben een heel mooi mens. Je bent een heel mooi mens, hè. <laughs> maar waarom? Uh, wat voor type ben je eigenlijk in het echt? Nou ja, ik ben eigenlijk een heel uh, Optimistisch mens. Ik uh, heb enorm de neiging om in het goede van de mens te geloven. En ik stap elke dag vrij positief en dan niet <laughs> getest, maar gewoon positief qua instelling door het leven. Mm -hmm. en, en dat heeft me eigenlijk mijn hele leven op de been gehouden. Ja. En het is wel naïef, maar ik vind naïviteit tegenover wantrouwen, daar zit een hele mooie middenweg en die probeer ik steeds. Uh, te bewandelen. Waarom zeg je naïef? Want hebben mensen dat tegen jou gezegd? Nee, ik voel me soms vrij naïef. Want oh. heel soms spreek ik met iemand en dan hoor ik later iemand anders zeggen: Dat is een klootzak. En denk ik, Oh, wat erg. Ik voel dat dan helemaal niet. Omdat ik ervan uitga dat als ik met iemand praat, dat het een goed mens is en dat je het goed bedoelt. Ja, precies. en ik schrik dus elke keer van feiten. Van leugens, van bedrog, van een, een pedo-netwerk met 400.000 abonnees, dan, 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 dan slaat het me koud om het hart, omdat ik. Denk Oh Heer. Er zijn dus heel veel slechte mensen, maar ik zie het helaas te laat. Ja, 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 ja. Hey, en um, als wij naar jouw verleden gaan, hè, want, uh, jij... dan zou je denken dat ik het van tevoren zou zien. Nee, maar helaas is dat ook <laughs> dat niet zo. <laughs> nee, gelukkig niet, toch? Ja. Nee, maar misschien helpt die uh, naïviteit, hè, zoals je zelf zegt, uh, juist ook wel door heel veel dingen heen. Hè, want als je alles van tevoren wist, dan, um, dan zou je, dan begin je er niet aan zitten. Ja, ja precies. Begin dus ik stort aan. me altijd erg vol enthousiasme in en ik leid ook een, een toefje aan overschatting, hmm. dus ik heb vroeger ook wel dingen gedaan waarvan maar niks mijn man, weet je, die we zijn inmiddels uh, bijna 29 jaar bij elkaar, ja. dus je zegt dan dat had je kunnen weten schat, maar ik niet hè? Want... Kun je een voorbeeld noemen? Nou ja, gewoon een televisieprogramma maken en dan elke week een nieuwe show maken. En, en eigenlijk een theatershow van een uur, oh ja. al het nieuw materiaal, instuderen, repeteren, schrijven, kostuums bedenken, alles, alles in een week, Jeetje. en dat dan 13 keer achter elkaar en denken dat je dat aan kunt, nou dat is naïef en ook gewoon dom. Ja, maar het is gelukt toch niet? Maar ja, gelukt is natuurlijk een heel relatief begrip. Het stond er en het werd uitgezonden, ja, maar achteraf zie ik het terug en dan denk ik ja, als ik daar de tijd voor had genomen, ja, dan had het echt Fucking goed kunnen worden, ja. En nu is het eigenlijk heel middelmatig omdat niets uitgewerkt en afgewerkt is. In jouw ogen was in het in mijn ogen, ja. In, uh, en ik ben eigenlijk een perfectionist, mm -hmm. maar uh, <laughs> ik heb er nooit tijd voor om het helemaal goed toe te passen. Zeg maar, nee, precies. Zegt, uh. <laughs> nee, nee precies. maar dus had ik ook een burn-out toen ik uh, 40, 41 was. Toen was ik kapot omdat ik altijd dacht: daar kan ik wel aan. Maar dat, en dat heeft natuurlijk te maken met mijn jeugd. Omdat je jezelf altijd overschat. Als je met pijn en verdriet en vernieling en vernedering te maken hebt in je jeugd. dan moet je je daar overheen zetten. Dus op een gegeven moment denk je echt dat je je over alles heen kunt zetten. Ja. Maar helaas. Uh, daar is het leven dan heel mooi voor. Die leert je de les, is niet waar. Nee, dat is niet waar. Jij ja. bent ook maar een mens. Zeg maar. Ja, dat bleek. Ja, dat bleek. <laughs> <on the> bloed. <laughs> ja, precies. Hé, hey, als je het. Uh, als we, ik vraag heel vaak naar mijn gasten: hè, van waar kom je vandaan? Uit wat voor gezin kom jij? Uh, we beginnen met je geboorte. Nou, ik ben inderdaad geboren. Dat is gelukt. Nee, maar wat voor een gezin was het toen om je heen? Want had je toen je moeder was je? Uh, mijn moeder heette Guus. Mijn vader heette Jan Bloemen. Zij. Mijn moeder was en Mijn vader was meester kleermaker. Ze mm -hmm. hadden een eigen zaak in het hart van Schagen. En dat ging voornamelijk over uh, maatkleding oh. en furnituren. En uh, daar waren ze heel goed in. Dus ze hadden een eigen naaiatelier. Ik uh, was de derde van drie kinderen. Mijn oudste zus Annelies was vijf jaar ouder dan ik. Mijn zusje Jolanda, amper anderhalf jaar ouder dan ik. Dus ik kwam, ik kwam vrij snel naar Jolanda ja. en werd geboren in 28 juli 1960. Dus uh, een verschrikkelijk goed jaar, dames en heren. Ik ja. En ik ben opgegroeid de eerste drie levensjaren met het idee dat. Uh, mijn vader was de held, dat was eigenlijk Captain America, maar dan uh, mijn vader. Mm -hmm. En mijn moeder was heel knap. Als die lippenstift opdeed, veranderde ze in een diva. Vond ik altijd, was een soort droommoeder. Zag je dat toen al? Toen ja, zo nou klein ja, blijkbaar, was. want dat is een hele sterke herinnering ja. die ik altijd van haar heb gehad. En zij waren beide zo verschrikkelijk handig. Die hadden, mijn vader had gouden handen, echt letterlijk. Nou, dus toen ik drieënhalf was, uh, klapte hun huwelijk. omdat mijn vader uh, verliefd was geworden op het meisje aan de overkant. Die had gezegd dat ze zwanger was. En toen zei mijn moeder: Nou ja, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Die was natuurlijk zo beledigd. Dat ja. ging helemaal mis. Ja. Dus mijn vader is vertrokken met de vrouw. De, de, de jonge dame aan de overkant. die niet zwanger bleek uiteindelijk. Maar Echt? tegen de tijd dat hij dacht: Ik wil terug naar, naar, naar Guus. Ja. en mijn drie kinderen. Toen was daar inmiddels al de plek vrijgekomen. voor een andere man. En dat was mijn stiefvader, Ben Kuit. En mm -hmm. hij was de kermisfotograaf en hij gebruikte onze winkel altijd als verkooppunt. En hij heeft mijn moeder gecharmeerd en in bed geluld. Uh, nou ja, dat klinkt een beetje ordinair. Ja, zeg maar, maar lekker ordinair. Ja, maar ja, maar ja. goed, ze, ze zijn met elkaar naar bed gegaan. Zij werd zwanger. En dus vijf jaar na mijn geboorte, oftewel anderhalf jaar nadat mijn vader verdween, werd mijn jongst, jongere zusje geboren, Inge. En uh, ja, toen gingen ze ook maar trouwen. Ja, precies. toen Was mijn moeder inmiddels zwanger van de tweede, van mijn ja? broertje? Dus een halfbroer en een halfzus van mijn stiefvaders kant. En mijn halfbroertje Gerrit werd geboren in 1967. En ik geloof dat dat ook het jaar was dat mijn moeder trouwde met mijn stiefvader. En toen ik. Uh, mijn stiefvader is vrij snel begonnen met het misbruik van mijn oudste zus Annelies. Mm -hmm. Toen zij naar een kinderthuis werd verbannen, omdat mijn moeder erachter kwam dat dat gebeurde. Toen begon hij met mij. Daar is mijn moeder nooit achter gekomen. Tot mijn dertiende, veertiende. Ik weet de data weet ik allemaal niet meer precies. Maar toen, uh, en toen uh, zijn ze uiteindelijk weer gescheiden een like ja, levenslang he? he? Ja, Heerlijk. hè he heer, heel nootendorp. even bij je vader. Hè? Want jouw vader was dus eigenlijk, tenminste in jouw beleving, jij was drieënhalf. Je moeder, filmster, zou ik maar zeggen, die vader, ja. zodra ze de lipstift opdeed. En je vader, die was een held. Ja, ja, het was een hele grote, sterke blonde man. Ja. Met prachtige mm -hmm. blauwe ogen en een heel sensitief gezicht. En hij, uh, ja, je vader is je held. Ja, punt. Toen hij naar de overkant... Want letterlijk de overkant, was het? Het was het meisje wat werkte bij de winkel aan de overkant. Een hele knappe meid met prachtige bruine ogen. en ja, Hij werd gewoon verliefd. Maar was het, was je praat toch ook lang... jaren zestig, denk ja. ik. De, weet je, de, de, de seksuele moraal was in die tijd uh, ook uh, echt uh, aan het veranderen. Ja. Ja, en was hij, uh, was hij gelijk dan ook vertrokken? Uh, want je zei van, ze was toen eerst, uh, ze dacht dat ze zwanger was, hè, die vrouw. En daarom ging hij erheen, want omdat je moeder zei: nou, hoop, je moet je ook je verantwoordelijkheden ja, nemen. Dus ze gingen echt weg ook. Ze vertrokken ook echt uit Schagen. Oh, okay. En ze met knallende ruzies, hè, ze uit elkaar gaan. Hè, en dan zo de mythe je maar op. En, uh, ja, kloot. Mijn moeder was natuurlijk in. Tens ja, beledigd dat snap ik, ja. door, door het vreemd te gaan van mijn vader. Dat snap ik volledig. Ja, snap ik ook, ja. En in plaats van het uit te praten, had ze iets van... Dan, mijn moeder dacht ook echt, dan doe ik het zelf wel. Ik kan dit zelf wel aan. Ja. Weet je wel? En, en, en dan sta je dus in een winkel met een bedrijf en drie kinderen. Ja. Dat is natuurlijk best bloedeigenwijs om dat te denken. Ja. Maar dat dacht ze. Hmm. En ze wilden hem echt straffen door hem echt weg te sturen. Zo van je komt er nooit meer in, klootzak. Heb jij toen, uh, toen je klein was en toen die weer terug wilde kopen, misschien zo nog contact met hem gehad? Nee, nee, nee. Ont contact werd ons verboden. Ja? Dus wij hebben onze vader nooit meer gezien. En echt helemaal nooit, nooit? meer? Nee. Ik heb hem dus, en als kind heb ik hem langs de winkels zien lopen. Ja. Och. En ik heb, pas toen ik 35 was, kreeg ik een filmpje van mijn, de broer van mijn vader. En toen liet hij een video 8, toen, hoe noem je dat, zo'n zo ja. video 8 camera filmpje zien. Waarop ik zie dat mijn vader naar ons kijkt en ons filmt. Terwijl we staan te dansen op het kerkplein met de Westfriese Markt. Mm. Dat was een verkleedpartij. En dan ging je als Westfriese aangekleed kindje dansen. Uh, weet je, op het plateau van de kerk. En, en hij heeft dat gefilmd. Hoe, hoe, hoe uh, was dat dan, dat je dat zag? Ik realiseerde me, toen was ik al 35, toen pas realiseerde ik mij... dat ik blijkbaar enorm mijn best deed, omdat ik wist dat mijn vader zou kijken. Oh, ja? dus, dus mijn performen er zit eigenlijk heel jonger in. Kijk mij mijn best doen, ik ben best wel de moeite waard, papa. Oké, okay. ja. heftig of niet? Achteraf, uh, daar komt zeggen, mijn oerbehoefte vandaan om te laten zien dat ik de moeite waard ben. Ja. Uh, dat hij had kunnen blijven, want ik heb mijn best gedaan. Ja. Want als kind denk je, als ouders gaan scheiden, toch, uh, en het is cliché, maar het is mijn schuld. Mm. Ik was niet, toen ik werd geboren zei mijn vader ook, uh, Hè, verdorie, alweer een meid. Want hij wilde zo graag een zoon, want dan kon hij zijn vriend, zijn jeugdvriend Hans, vernoemen... Maar dat kon niet, want uh, nou was ik weer een meid. Dus hij was echt oprecht teleurgesteld mm. dat ik er was. En dat ja, is ook zo leuk dat je moeder dat ook vrij snel vertelt aan je. Ja, zodat precies. je dat je hele leven mee kan dragen. Je dat hebt hem zegt, eigenlijk uh, dus nooit kunnen vragen of dat... Hè, want het is maar een zinnetje soms, hè, dat uh, mensen ja. dat zeggen. En dan vertelt je moeder dat aan jou. En jij neemt dat mee als een soort van uh, naar boekwerk, zou ik maar zeggen, in je ja, hoofd. Het is een soort mantra, maar ja, dan mantra. negatief. Ja. Terwijl eigenlijk, als je je vader misschien nog had kunnen spreken... Hij had kunnen uitleggen, nou weet ik veel, wat verhalen ja, er... Ja, ja. Maar dat is, uh, dat is zo bepalend, hè, ja. voor hoe Ja, maar daarom, ik heb mensen vies, een over... psycho... Uh, dat heet psycho psychodynamische therapie gedaan ja. en dan, dan situeer je jezelf eigenlijk uh, 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 met iemand anders die niet jouw vader is, ja. maar die hem speelt, ja. symboliseert, ja. speel je eigenlijk die scène. Namelijk, was ik niet goed genoeg? En dan zegt die ander, ja, dat was je wel, schat. Oh, ja. Ja, en, fijn. en in die psychodynamische therapie zei iemand gewoon... Ja, maar je, je, hou alsjeblieft op met dat harde werken, want het is al lang goed genoeg. Ja. En, en, dan, en dan kun je daarna alleen maar heel hard huilen. Ja, dat en, en dan realiseer je, dus die burn-out komt omdat ik altijd dacht: ik moet 100% ja. en eigenlijk meer. Het mag ja. nooit onder de 100%. Ja, ja dan brand je op. Ja, zeker. En, de, en de therapeut zei dan ook: ja, je kunt jezelf opbranden, dat kan, als je dat wilt. Maar misschien is het genoeg. Ja. Dus vraag maar aan je vader: is het eigenlijk wel genoeg? Ja. En die man kon heel mooi zeggen: Lieve schat, het is al lang genoeg. Ik ben heel trots op je. 80% is goed genoeg. Ja. En sindsdien heb ik dat ook echt toe kunnen passen in mijn werk en in mijn leven. Die televisieuitzendingen ja, waren goed genoeg. <laughs> nee, goh. Nee, 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 ik kom kijken nee, daar weer op terug. Het is toch ook een falen? <laughs> ja. <laughs> Nee, nee, dus het was ook na die televisieuitzendingen. Dus, ja. dus de les was ja. ook: wees nou tevreden ja, met wat je geeft. De mensen zijn al lang tevreden en Zeker. je vader al helemaal. Ja. En je moet natuurlijk op zoek naar de vader in jezelf, weet je, mm -hmm. de, je, je de ouder in jezelf. En jezelf toespreken van wat ben ik nou eigenlijk aan doen? Wat ben ik nou eigenlijk aan het vernielen? Ja. Mijn levensgenot en mijn geluk. Want mijn kinderen en mijn man. En iedereen krijgt te weinig aandacht. Omdat ik denk dat ik 100% ja. ik 150% moet doen. Precies. Ja, en sindsdien heb ik gezegd: oké, okay, we gaan helemaal anders. Dus we spelen drie keer per week. De zondag en de zaterdag zijn altijd vrij voor de kinderen. Mm -hmm. En op een gegeven moment is de week vol, dan is hij vol. En ik zou dan eigenlijk hebben gezegd... nee, om zes uur kan ik ook, dat is ook goed. Ja, nee, dat doen we niet meer. Gewoon rustig aan. En sindsdien of tenminste... heb ik ook een volwassener leven. Een, een, een fijner leven. En dat eigenlijk met dank aan mijn vader. Ja, met dank aan je vader. En uh, uh, ik had gevraagd op uh, Facebook en LinkedIn... Uh, wie nog vragen voor je had. Oh, maar uh, Fietja Palster vroeg inderdaad... Van, uh, wat, hoe, hoe ben je eruit gekomen hè? uit alles van je leven? Zeg maar. En dat vertelde je al net over de therapieën uh, die je hebt gehad. Dat wilde zij graag weten. Hey, maar, um... En psychodynamische therapie kan dus heel erg helpen, omdat je moet zeggen: dus je, je moet ja. niet praten over, mm -hmm. maar je moet echt tegen iemand zeggen wat je voelt en wat je vindt. Ja. En, en je moet handelen. En dat is waanzinnig. Want dan pas voel je dat je. Ik heb zo lang gedroomd dat ik mijn stiefvader in elkaar zou slaan. Zo vaak. Mm -hmm. In mijn dromen. En dan was in mijn dromen gingen mijn handen al als door water. Dat je al ja, zo, 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 En dat je slaat het ja. Het lukte nooit. Mm -hmm psychodynamische dynamie zorgde dat ik iemand kon vastpakken en letterlijk uit de deur kon. Weet je, de deur open en uit het huis flikkeren. Mm -hmm. Met zoveel kracht dat ik toen pas wist: oh die kracht heb ik echt. Ja. Ik kan dus iemand aanpakken en het huis uitflikkeren. En vervolgens kon ik dat dus ook in het echte leven. <laughs> Of niet? Ik bedoel, het, het, voel, het voel, ik. Voel de hele tijd, denk ik. Uh, maar goed, dat is mijn eigen gevoel natuurlijk. Maar wat jij voelt. Weet je bij die vader? Wat je over je vader vertelde. Vond ik heel erg. Dat raakte me heel erg. Want ik denk van um, die vader. Die heeft dus wel, uh, hoop ik. Tenminste, dat denk ik. Zo wat ik hoorde van jou. Zijn best gedaan om jou uh, en je zus uh, te volgen of niet. Uh, terwijl hij ja, er eigenlijk ja, hij niet bij kon. Hij kon er echt niet bij. En hoe en kwam meest, dat dan? Hoe Omdat kwam stiefvader die vader hem gewoon. Uh, dreigde. Dat deed je stiefvader dus? Ja, op het mijn moment stiefvader liep kwam... verboden. En zodra hij in de buurt kwam, die klootzak ja? er weer en dan liep hij naar buiten. En dan begon hij te schelden. Echt? Ja, echt heel heftig. Dus die heeft En elk gesproken. cadeau wat we kregen, werd, de kaarten werden verscheurd. We kregen, uh, mijn zusje Jolande kreeg voor haar verjaardag of Sinterklaas, dat weet ik niet meer, een poppenhuis. Werd gewoon in elkaar geslagen. Oh. Echt waar we bij stonden. Ja. En jurkje wat Annelies kreeg, werd gewoon in stukken geknipt. Gewoon niet, niet welkom. Die klootzak heeft jullie verlaten. Het is zijn schuld dat ik met jullie opgeschreven zit. Je denkt, oh, wat een leuke ja. <laughs> cirkel. Nee, dus, dus, dus de dreiging vanuit mijn stiefvader was heel groot. Dat was zo en groot, En mijn, ja. mijn vader die durfde gewoon niet. Nee. Nee, dat snap ik wel. En ik uh, begon natuurlijk ook kan. aan een nieuw leven en ik had een nieuw gezin. En ik heb een geweldige broer en zus aan die kant. Mijn vader heeft nog twee kinderen gekregen. Natuurlijk een zoon. Gek, die heette Hans. <laughs> <laughs> en Hans is echt een schat van een jongen. En uh, ik, die heb ik pas veel later ontmoet, dankzij mijn carrière omdat toen ik 24 was, stond ik in de musical Had Je Me Maar. Ja? En toen kreeg ik op een middag, toen ik ergens, nou ja, weet ik veel, in Bussum of zo stond te spelen. een kaartje. Hallo, ik ben Bianca, ik ben je zus, ik ben 12 jaar. En het lijkt me heel leuk om je te ontmoeten. En hallo, ik ben Hans, ik ben 15 jaar. Oh. Jij bent onze zus. Ja. Vind je, zou je het leuk vinden om ons.? Nou, ja, echt dat. Ja. Dus nou, ik schoot helemaal vol, was meteen bloedzenuwachtig. Ja, tuurlijk. En. Uh, in de pauze heb ik ze geloof ik al ontmoet. En na de voorstelling ben ik met ze mee naar huis gegaan. En toen hebben we echt als kinderen echt zitten bijpraten. Terwijl ik natuurlijk al 24 was. Maar opeens waren ze in mijn leven en ze zijn er ook nooit meer uitgegaan. Voelde je gelijk dat je bij ze hoorde? Nou ja, het gekke is, ik, dat, is zo, dat, dat is zo raar, maar je herkent. Dat, je bent zielsverwant en bloedverwant. Ja, ja, en ik was het enige echte volle blondje in de, uh, van de drie meiden. Ja. Annelies was echt donker als mijn moeder. Jolanda was echt precies ertussenin. En ik was de blondste. En ik dacht alleen maar, hoe is het mooi? Want ze lijken echt zo verschrikkelijk op mij en op ons en op Jolande. En op, het is echt een wonder. Echt. Wat leuk. Wat en fijn. ook in karakter. Weet je, ja? Mijn broer is heel ondernemend. Hij is kroegbaas in Alkmaar. Als je, zeg, als je vraagt hoe gaat het met hem nou, heel slecht. Ja, Want hij alles. heeft natuurlijk al meer dan een half jaar niet zijn werk kunnen doen. En, elke horecaondernemer staat inmiddels op de rand van de afgrond ja. echt afschuwelijk mijn zusje Bianca is trainer en die kan verschrikkelijk goed met mensen omgaan trainer in wat uh, 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 dus uh, hoe noem je dat uh, ja, ik ik ben elke keer die naam ik ben zo slecht in dat soort dingen onthouden nee, nee 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 maar echt in uh, social en uh, zakelijk oh dat bedoel en, je en, uh, ja dus zo een coach ja dus coach dus ja, ja 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 hoe ja, dat onderneem je. je hoe ga je ja. met mensen om hoe weet je op hr niveau op or niveau ja. en, dus een zakelijke coach. Ja, is ja, ja, ja. Het. En dat doet ze hartstikke goed. Ze ja, geeft les op de, op de universiteit in Amsterdam. Mm -hmm. En het is ook een heel artistieke vrouw. Want ze kan echt prachtig tekenen. Net zoals mijn zusje Jolande. Die kan ook echt waanzinnig goed tekenen. Haar dochter doet alles met kleding nu. Die is volledig in de wat Open Jan dan, die ze nooit gekend heeft. Maar dat is voor haar een soort van, wat maakt er niet dan? En die vindt dat geweldig. Maakt ze jouw kleren toevallig? Of niet? Nee, 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 nee. Lola is net 18 geworden. Oh, ik weet niet waar ze is. Ja, ja. Dus de dochter van mijn zus ja, ja, Bianca. Ja, ja. Ja. Maar goed. Maar het, ze zijn nog steeds in mijn leven en echt een verrijking, absoluut. Ja. Dus, je, ja, dus het is gewoon echt herkenning, was het gewoon. Ja. ja. Hey, is, wanneer is je vader... Uh, je vader is al overleden? Ja, ja, ja nee. mijn vader overleed toen ik veertien was. Th en wij kregen gewoon... Uh, ik was achter de winkel of zo. Wij kregen gewoon te horen, jullie vader is dood. Punt. Niet waaraan of hoe, maar uh, hij is dood. En toen wilden we heel graag een krant sturen. Of er naartoe, maar dat mocht niet. Wij mochten er niet heen. Dus wij hebben een krant gestuurd als de drie kinderen. En die krant werd teruggestuurd. Echt? Dus wij waren meer dan niet welkom. Ja, precies. Dus ook bij, vanaf hun kant dachten ze van ja, mijn ouders. Is... Ja, maar achteraf zo te begrijpen. Want de ja. tweede vrouw van mijn vader, of eigenlijk de derde, want ja. hij is met die andere ook getrouwd geweest. Dus was ze. Mm -hmm. En de moeder van Hans en Bianca, ja, die. die schaamde zich gewoon. Ja. Dat er. Dat er dat haar man al een leven voor haar had gehad. Ja, precies. En die, en, en die had ons natuurlijk nog nooit ontmoet. Mm. Trouwens, wel Annelies. Want die is nog op Die is nog naar mijn vader toegegaan toen ze 16 was. En dat ging falykant mis aan alle kanten. Mm. Omdat uh, ja, het verdriet. Om wat haar was overkomen. Waar ze natuurlijk niet over durfde te praten. Maar duidelijk voelbaar was. Dat was echt zo heftig. Dat die. Die vrouw dacht, weet je, laat ze maar helemaal. Ik wil ze er niet bij hebben. Ja, daar kon zij niet aan, die andere ja, vrouw. En in maar. haar verdriet, weet je, heeft te gevaarlijke. Te gevaarlijke, ja. te veel. En, en mijn oma die heb ik natuurlijk ook nooit meer gezien. Want die deed ook absoluut de best niet om ons uh, met ons te praten, alleen dan niet. Kun je nagaan. Dus hè? wij zijn ook echt verbannen uit het leven van. Alle familie van mijn vader, ja, ook zijn broer nooit meer gezien, mijn, zijn tussen nooit meer gezien. Niemand keek naar ons om. Dus wij waren ook echt overgeleverd aan mijn stiefvader, wat hem heel goed uitkwam. Ja, tuurlijk. Maar dus tuurlijk, tuurlijk. we konden nergens steun of een gehoor vinden. Nee, snap ik. Want uh, um, besefte jij dat ook? En want als we helemaal weer teruggaan naar, toen kwam Ben Kuit dus in je leven. Hè? Die, die, je moeder die uh, nou ja, hij had je moeder verleid, hè? Zo, zo, zo zei je het ook. Um, uh, vo wat voelde jij op het eerste moment dat hij kwam? Voelde je toen al iets? Vraag ik me af. Ja, maar als kind denk je alleen maar, hè? Ja. Weet je, en en, je, en je, je, je weet ook helemaal niet wat dat is. Je weet vader, die mm -hmm. is weg. Mm -hmm. en, en dan komt er een ome Ben. Oké. Okay. Je hebt wel meer omes. Ja, precies. Dus, dus, Ze zeiden ome Ben. Dus ja, dan tuurlijk. denk je ook van... dit is je stiefvader klaar. Nee, het nee, is dus ome Ben. En ome Ben bracht een hele grote zak snoep mee. Ja. Dus, uh, oh nee, ome Ben is oké, okay, want dat is lekker. Dus je wordt omgekocht. Mm -hmm. En gekocht, weet je wel. En, en hij was uh, vriendelijk en uh, uh, netjes. En, dus je, je, je voelt helemaal niks. Je voelt geen enkel argwaan. Nee. Hij was zich letterlijk aan het, was aan het groomen. Ja. Hij kocht cadeautjes voor mijn moeder. kocht cadeautjes voor ons. kocht ja. cadeautjes voor Annelies. Hij speelde de... Wij, wij zouden in in Noord-Holland noem je dat de babber. Weet je wel? Echt de patser. Ja. Dus uh, indrukwekkend. Mm -hmm. Maar een oom, ja. Nou, en. Ja, precies. Je had niet het idee dat je moeder daar iets mee had, omdat hij een oom heeft. Ja, maar dat zo. snap je tot de Dat Snap je ook niet. Je in principe, was, ik was drieënhalf jaar. Oh nee, dat was, was je nog veel te klein. Ik natuurlijk. ben een puk. Ik dacht ja. alleen maar la 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 poesjes. <laughs> la, ja. la la la. En we dat was het. Ja, maar omdat je zo, uh, je moeder zo herinnert met die lippenstift. Ja, prachtig. Ja, dat snap je? Daarom vraag ik uh, maar goed ja, ik maar was het beelden gretig. die herinnert ja, en precies. het beeld van hem, ja. Die werden natuurlijk overwoekerd door alle negatieve beelden. vanaf dat ik 6, 7 ja. jaar was. Ja. Ik bedoel, het eerste beeld wat ik me van hem herinner. is dat hij ze lul liet zien. Ja, dat was een traumatische ervaring. Ja. Die blijven helaas net wat langer hangen. Ja. dan de leuke beelden. Gelukkig, uh, echt gelukkig gelukkig, gelukkig, gelukkig. gelukkig. gelukkig, Nee, ja. Dat is dan ook vreselijk, ja. Maar het uh, begon toen je zes was, ongeveer. Ja, 6, 7 jaar. Ja. Ja. En uh, weet je nog hoe het eerst begon? Uh, 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 nou ja, ja nee. Ja. Weet je dat je is, wilde uh, misschien ook niet zeggen of... Nee, het is meer het diffuse gebied van waar begint iets. Ja, het begint met dat iemand zijn macht laat zien. Mm -hmm. Het begint niet eens met seks. Het begint met dat je een klap krijgt omdat je het laatste stukje brood niet opeet. Ja. Het begint met je hoofd onder water duwen als je niet luistert. En dan net iets te lang onder die kraan houden zodat je bijna stikt. Dus de angst is dan al. 100% en dan kan hij vervolgens met je doen wat hij wil. Ja, precies. En dat begint met voelen en vingeren en aan je zitten en dat je denkt: is dit het is dit, hoort dit? Maar hij zegt dat het hoort en hij is de autoriteit en degene waar je bang voor bent. Dus je doet niks. Je accepteert status quo. Je, want, en als iemand dan gaat dreigen, je houdt je bek, anders vermoord ik, weet je wel, of dan moet je moeder naar de gevangenis of dan moet jij naar een kinderthuis. in een in de perceptie van een kind van vijf, zes... is een kinderthuis zoals Oliver. Geen eten, geen kleren, geen schoentjes. Je bent altijd vies. Je moet stelen en je wordt in elkaar geslagen. Ja. Dat is kinderthuis. Ja. Neem Annie. It's a hard day's life. It is... Je hebt geen kleertjes en je moet op je knieën de vloer boeren. Ja. ja, en geen liefde ook, hè? Geen Vooral. liefde, geen simpel... Niks. Niks, nee, precies. Hey, en, maar dat is heel goed wat je uitlegt, want... Uh, uh, ja, dat, uh, het het begint niet zomaar. in één keer. nooit. Het begint met macht dus al. Ja. Het begint al gelijk. Eigenlijk al macht. met die snoep, bij wijze van spreken. Macht, ja, dus het groomen is al de macht. Ja. Dus eerst, eerst koop je iemand. En vervolgens laat je hem voelen wat de consequenties zijn als je niet doet wat degene die in macht is wil, dan kun je ook nog letterlijk laten zien. Dus je hoofd onder de kraan. De straf zit uren zitten op de trap. Omdat je je eten niet hebt opgegeten. Dwingen om je bord leeg te eten. Anders dan krijg je nog een klap voor je harses. Heb uh, je hebt een nieuwe jurk en je luistert niet. Dan knippen we hem even kapot. Oh, dus, ja. dus, dus, de, de, dus dan ben je zo bang. En angstig. Ja. Je bent dus overgeleverd aan de grillen van degene die de macht heeft. Ja. Dus kun je kiezen of je blijft rebelleren, maar dan word je steeds in elkaar geslagen. Weet je, mijn zus had echt midden in de zomer een vestje aan en dan zei iemand: Heb je het niet vreselijk warm, kind? Ja, ze had het bloed heet, maar ze had ook de, de blauwe plekken over haar hele lijf staan. Dus je, op een gegeven moment uh, geef je je over. omdat je denkt: anders ga ik dood. Ja. En dan ook nog gedreigement, Ik vermoord je broertje en je zusje. en je moeder gaat de gevangenis in. of ja. jij gaat naar de kinderen. Ja, je bent klaar. Ja. En ja, op je dat wordt dat zo geïndoctrineerd. Hij, ja, dus je, en daarna ben je overgeleverd. Ja. En kan hij doen wat hij wil. Ja. Dus dan laat hij zijn lul zien. Dus gaat hij aan je zitten. En dus neukt hij je op je zevende. Zo simpel. Ja, op je zevende. Ja, ja het gaat Toen mijn meisjes zeven jaar waren. dacht ik toch heel even: hey. Ik had het natuurlijk eerder met jonge kinderen al, dat als ik naar skate, dacht ik: dat kun je toch niet maken? Hoe kun je? Maar hij kon het. Hoeveel kinderen heb jij? Ik heb uh, drie kinderen. Uh, mijn pleegzoon, dat is de zoon van Annelies, mijn oudste zus. En oh ja. zij is overleden toen ze 33 was. Met uh, twee van haar andere kinderen. En Gerben bleef over. Dat klinkt een beetje gek, maar daar heb ik uiteindelijk de zorg voor gekregen. En ik heb uh, zelf nog twee dochters gebaard. Wat ik heel aardig vond van de kosmos, want die had er blijkbaar vertrouwen in. En die zijn nu. Iona is 23 en Eliane is 21. Want dat was een vraag van een andere uh, vrouw die altijd heel erg uh, braaf luistert, zou ik maar zeggen, naar uh, mooie Hallo. mensen. Ja, en dat is uh, Jennifer de Bas. Hi Jennifer! Uh, ja, en die vroeg aan, uh, die wil heel graag aan van jou weten, van hoe heb je dat toen met je eigen kinderen gedaan? Uh, nee, oh, dat, dat vroeg ze niet eens. Jennifer vroeg dat helemaal niet. Dat vroeg niet. ze helemaal niet, dat vroeg <laughs> iemand anders weer, van hoe heb je dat eigenlijk met je eigen kinderen gedaan? Hè? Want als je zo zelf iets mee hebt gemaakt, hè, wat je net zei, van dat je even naar andere kinderen kijkt, van hoe kan dat? Hè? Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe durf je dat? Sowieso. Hoe durf je? Hoe, hoe, durf durf kun, je? hoe kun je? Hoe kun je iemand... Ja. Uh, Want je maakt iemand kapot, hè? Ja. Maar hoe heb je dat met je eigen dochters gedaan? Want uh, als je dan uh, je dochters gaat opvoeden... Heb, ja, Debbes gaat... Als ze zo jong zijn, doe je daar natuurlijk helemaal niets mee. Nee. Je, je, je koestert ze en je knuffelt ze en je laat ze echte liefde voelen. Ja, precies. En, uh, en, en intimiteit... Maar geen perversiteit. Dat is natuurlijk ook wat mensen altijd verkeerd in hun hoofd hebben. Dat, dat je dan was bent van alle intimiteit, omdat dat is gebeurd. Denkt, nee, dat is perversiteit. Mm. Dat heeft er niets mee te maken. Dus dat... je, je moet je kind dus... Ik heb ze geknuffeld en gestreeld en gekoesterd en verwend. En, maar op de goede manier. Ja. Maar natuurlijk, ik, heb, ik, ik ga ze zeker niet op musevenen vertellen. Als een man dat en dat en dat mee doet, is het fout. Ja, dat ergens wil je het, ja? omdat je ze zo graag wilt waarschuwen. Ja, dat kan me ook wel voorstellen. Maar het was dus sowieso, weet je, uh, Marnix en ik, uh, het zijn zulke verantwoordelijke ouders en zo. En niets in ons beiden zou überhaupt aan de mogelijkheid kunnen denken dat je zoiets met je kind kan doen. En je weet ook, er is altijd wel iemand die dat wel kan en daar moeten wij voor waken. Mm. Niet die kinderen, je moet ze niet bang maken. Nee. Je moet zelf zorgen dat je weet waar ze naartoe gaan, dat je weet met wie ze omgaan. En dan nog, je wilt ze beschermen en, en je eigen kinderen maken hun eigen ervaringen mee en hun eigen verhaal. Het heeft niets met dat van jou te maken, behalve als je in je paniek probeert door te geven wat gevaren zijn en ze zo bang maakt. Dat ze niet meer durven te leven. Ja, maar goed, dus kan een, me is wel is voorstellen. Het is een echt balans tussen. Heb ja, je daar niet in getwijfeld? Want ik kan me voorstellen Stip, dat je Moeilijk. denkt: stel ze was zeven, wat je net vertelde. En dan gaat ze met iemand, met een vriendinnetje spelen of zo. En die yeah, heeft but? dan mijn vader natuurlijk, die thuis is of zo. Dan denk je Hade. toch van: oh, als dat maar goed gaat. Of niet? Ja, maar natuurlijk denk je het. En tegelijkertijd, nogmaals, ik geloof in het goede van de mens. Ja, dat is heel knap. En, en probeer ik los te laten dat dus iedereen zo ja. is, want dat is niet. Nee, dat is niet zo. En dat nee, er dat wel is... mensen zo zijn, is die, vooral de mensen die wel zo zijn, die zouden wat meer verteld moeten worden over de, de consequenties van hun gedrag voor dat jonge kind. Wat ze beschadigen voor de rest van hun leven. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk mijn boek geschreven, Mijn Ware Verhaal. Heb ik geprobeerd uit te leggen wat het mechaniek is. En naar aanleiding van dat boek heb ik heel veel reacties gekregen. En zoveel mannen en vrouwen hebben verteld hoe het tot nu in hun leven invloed heeft gehad op hun gedrag, op hun vertrouwen, op hun zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde, hun angsten, hun onzekerheden. Alles heeft. Uh, is geïnfecteerd geraakt door wat één iemand ooit en soms maar één keer heeft ja, gedaan. Ja. Dus als dader zou je je wat meer bewust moeten zijn van de enorm schadelijke gevolgen die je iemand aandoet. Ja. Want mannen kunnen echt zo gemakkelijk zeggen, dat hoor ik wel eens, hè? ja, dat gezeik man, we zijn ze één keer verkracht en ze ik hun hele leven. Ik denk, hoor je wel wat je zegt? Het is namelijk... Schade voor een heel leven. Ja. En wij vrouwen, wij kinderen, wij jongens ook, want het zijn natuurlijk ook heel ja, veel heel mannen. Veel jongens, ja. Wij moeten er maar mee dealen. En, en de man die het gedaan heeft, en soms ook de vrouw die het gedaan heeft, die doet net alsof het de normaalste zaak van de wereld ja. is. Ik vind dat onbestaanbaar dat je dat kunt denken, maar blijkbaar kunnen ze dat. Er is nu ook een, 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 uh, iemand anders die heeft een boek geschreven. Ik was het duivelskind. Nou, als je dat leest, dan het doet zeer in je hart. Wat, waar mensen toe in staat zijn in slechtheid onbegrijpelijk bedoel jij uh, dat het met rituelen en zo uh, alles wat, of niet ja nee dus maar, met uh, dus, uh, ja, nee, dus, dus het was haar schuld het was het kind haar schuld dus ja, okay. zij was de duivel dus die moest je aanpakken oh zo ja en dus dus vader mocht de verkrachten maar dan ging moeder er nog even overheen ja 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 en dan oh, je denkt, jongens, doe doe nou toch ja dus de ja, schade ja, ja. is enorm en ik krijg echt brieven en mails van ja, een vrouw van 83 die nog schrijft... nog steeds durf ik niet te zeggen wie het was. Terwijl iedereen die het had kunnen zijn is al lang dood. Dus die angst om de waarheid te vertellen is heel groot. En misschien heb ik wel massel gehad... dat ik vanaf het prille begin heb gezegd... ik ga er niet over liegen. Ik ga er niet omheen draaien. Als iemand vraagt wat is er met jou aan de hand? Dan zeg ik, ik ben verkracht door mijn stiefvader. Hoe, wie, hoe, hoe kon je dat? Hoe kon je dat Omdat je ik, ik weigerde te liegen. Want ik wist ergens al, al weet je, toen hij weg was. En, uh, dus ik heb me laten betrappen, zodat mijn moeder eindelijk de stap moest zetten om hem het huis uit te flikkeren. En toen heb ik ook besloten, uh, ergens op een stil plekje aan een meer, ik heb recht op een echt leven. Ik heb recht op geluk, op liefde, op aandacht, op uh, 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 werk, op intimiteit, op seksualiteit. Ik heb recht. En ik heb ook plichten, weet ik ook, maar ik heb ook recht en ik maar heb mijn, recht op de waarheid. Ja. En ik wist ook toen al, ik ook omdat ik ik af ik, lees, ik las heel veel toen en ik lees nog steeds heel veel. Maar dan weet je, de zinnen um, als je liegt dan moet je het allemaal onthouden, terwijl de waarheid hoef je niet te onthouden. Is zo veel makkelijker, ja, Zoveel makkelijker. Ja. Dus de waarheid is. En als je daar niet mee kunt leven, ja, dat is jouw probleem, maar niet het mijne, Ja. Nee, inderdaad, dat is uh, zo. Ik zit even dus te kijken. ik zeg altijd als je praat, dan, weet je, als je niet praat over je seksuele misbruik, dan bescherm je de dader nog steeds. Ja, nog en steeds. als je wel praat over je verleden en over je misbruik, dan bescherm je eindelijk jezelf. Ja. Het is namelijk je recht. Ja. En misschien zelfs inmiddels wel een heel klein beetje je plicht. Ja. Want een dader. Die moet de consequenties aanvaarden. Die ja, moet zich schamen niet, tot niet, of... in het diepst van zijn ziel. Ja. Die heeft schuld. Een slachtoffer, of, en ik noem het niet eens een slachtoffer, want als je er nog bent na zoveel misbruik, en sommigen hebben heel veel meegemaakt, die zijn overlever. Dat is echt iets anders. Ja, zeker. Ja, want anders dan, uh, had je er niet gered. Hè? Dus heel veel kunnen het namelijk gewoon niet navertellen. Die zijn namelijk, uh, die hebben de consequenties aanvaard. Uh, van het ondraaglijke. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Die, die zijn er niet meer. Zoals je zus dan? Nee, ja, mijn zus is omgekomen in een brand. Dat is echt iets anders. Hoewel zij altijd zei: Ik word niet oud. Dat zei, wist al. Uh... ergens in het hele systeem wist al: ik word niet oud. Oké. Okay. Nee, ik dacht heel oh, even van uh, hoe nee, is dat dan gegaan met, met je leven zus? Maar er zijn er genoeg. Ja, 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 ja. Zullen we een liedje voor je, voor je oh, dat is een Leuke ja, liedje. Ja, uh, want de mensen trekken het bijna niet meer. Nee. Het, is al, het is al, kwart voor één. Kom op, een liedje. Wat heb je? Ja, ja jouw liedjes, hè? Oh, welke? Welke wil je gedraaid hebben? Want je had uh, van Barbara Streisand en die um, Why Tell Me Why. Oh, dan moet je die doen, want Why Tell Me Why is een project Hip Hop Stars en dat liedje zegt het precies. Ja. En uh, wil je er nog meer over zeggen? Nee, JJ Johnson is een schat van de jongen. Ik was super blij dat hij met me wou doen. Oh, verkeerd. Oh, Er gaat <laughs> even niet, iets niet uh, goed helemaal Ik zag je schuiven. Ik denk, nee, dat is hem niet. Nee, dat uh, weet ik niet hoe dat komt. Oh, wacht even. Ik uh, ga het even proberen, mensen. Uh... Why tell me why... Ja, precies ga jij maar alvast deze zingen. Oh, te Ja, dat komt. do I care. Oh, Ik was jong en onschuldig van geen kwaad bewust. Ik was jong, veel te jong en nog nooit gekust. Tot die ene dag in mijn korte leven, mijn nee was geen nee en met schaamte omgeven. De dreiging kwam van dichtbij. Mijn stiefvader was het gevaar voor mij. Wat moest ik doen met de pijn? Ik volgde niet terug, ik was nog te klein. Dus was er schaamte, schuld en verdriet. Maar ik vertelde niks en men zag het niet. Dus niemand. Kon zich op mij ontfermen ik moest erover praten om mezelf te beschermen waarom sta Je moet erover praten om jezelf te beschermen. Waarom? Why do I pray? Zo, so, dat was uh, het mooie why. liedje. Why tell me why, inderdaad, en uh, dat is ook wel een hele goede vraag. Hè. Waarom? Ja, waarom? In Godsnaam. Waarom? Karin Bloemer is bij mij te gast in de studio... bij het programma Mooie Mensen. En uh, we hebben nog maar een uh, ja, aantal minuten inderdaad... zoals je ja. zelf al opmerkte. Ik doe ook best vrolijke dingen in mijn leven. Ja. Ik haak heel veel. Ja, de... <laughs> ja, precies. <laughs> nee, wat, wat ik nog wel inderdaad... Uh, dat is wel goed om, dat, om even naar het vrolijke gedeelte te gaan. Ja. Um, vrolijk, vrolijk, vrolijk. Ja. Vrolijk, vrolijk, vrolijk. Nee, dat is natuurlijk ook ontzettend mijn neiging... om, om ja. het leven wat mooier te maken en vrolijker te maken. Want Heel veel mensen hebben het. Mijn moeder zei vroeger al: elk huisje heeft zijn kruisje. En dat is ook zo. Ja. We hebben allemaal ons leed en ons pijn en ons verdriet. Dus ik heb een vak gekozen waarvan je nog een beetje blij wordt. Ja, maar hoe? Dat wou ik nog vragen. Want Sorry. toen jij dat, dit allemaal had, hè, en dat speelde, want uh, tot hoe la, lang is het doorgaan? Tot je 15 Vijftiende. Toen zat je ook op school. Hè? Je yep. bent, uh, nou dat heb ik wel over je gelezen, je hebt ook VWO gedaan. Hè? Ja. En uh, je De school was zo fijn. Nou ja, wat dat wou ik oh. fijn. Oh. Nee, maar ja, als je thuis natuurlijk totaal onveilig bent, dan ben je op school dus veilig. Dus ik deed heel graag school. Ik had het heel druk ook met op school blijven. Ja, dat <laughs> zal we, ja. En dus werd ik gedwongen om natuurlijk naar huis te komen, want we hadden ook een winkel. Weet ja. je wel, de voornituurzaak de, 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 de werd een cadeauwinkel. Mm -hmm. Dus ik moest altijd werken in de winkel. Ik werk al vanaf mijn negende, sta ik in de winkel achter de kassa, cadeautjes inpakken, etalages maken, afstokken, stofzuigen, schoonmaken, alles, alles, alles. Mijn, mijn, mijn zusje Jolanda, die moest thuis voor de twee kleintjes zorgen. Die, die kookte vanaf de elfde al voor een gezin van zeven man. Jeetje. Dus die kan koken. Dat wil jij niet geloven. Ik kan absoluut niet koken, want ik zit in de winkel. Jij ja, kan afstoffen. Kan <laughs> ik kan heel goed afstoffen. Ook, nou, maar ja. echt. Ja. Nee, maar de school was zo fijn. En ik wilde ook zo graag leren. Ik wilde namelijk leren begrijpen. Oké. Okay, en wat... als je leest en boeken leest, mm -hmm. dus ik moest nog, het was in, in die tijd was dat normaal dat je voor elk vak, taalvak, moest je 15 boeken lezen en Nederlands ja. 25. Ja. Nou, dat had ik makkelijk. Mm -hmm. Echt, ik frat ze op. Wat leerde je daaruit? Ik leerde daaruit dat het leven meer is dan wat ik thuis te zien kreeg. En ik, leef, en ik leerde dat uh, de, de moraal van heel veel boeken toe te passen was op mijn leven. Dus ik wist ook, er klopt iets echt niet. Mm -hmm. er, mij wordt iets voorgelogen. Ja. Ik, en ik bedoel, bij mij veranderde natuurlijk alles toen mijn vader overleed toen ik veertien was, want hij overleed plotseling. En toen was ook de hoop op de held was weg, ja. gered worden daar kwam hij nooit meer doen. Hij was de enige die dat had kunnen doen. Mm -hmm. En toen wist ik ook, uh, ik, ik ben mijn eigen redder. Ik, ben mijn, ik moet het zelf doen. Ja. Dus dat, het werpt je terug op jezelf. En ik heb natuurlijk wel heel veel steun gehad aan mijn zusje Jolande. Wij waren wel echt twee handen op één buik. Ja, want daar ja. uh, kon je met haar ook over praten. En zo Stiekem over... en in geheimtaal. Wij hadden onze eigen geheimtaal. We ja. schreven achterstevoren, van de kon die stiefvader het niet lezen. En ja. wij uh, spraken Frans met elkaar. En uh, is hij, wat, wat voor man was, was hij ook niet zo slim? Of, uh... nee. nee, sorry. Mag ik niet? Nee. Nee, 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 God, het is natuurlijk echt een onderontwikkeld iemand. Die ja, alleen maar lagere school heeft gehad en ook van zijn ouders, meteen het uh, fotografievak in moest. Ja. En hij was dyslectisch, dus hij kon niet lezen en niet schrijven. Dat was heel slecht. Maar daar nu jullie mooi gebruik van maken. Dus. En ik was, ik was echt een talenkind. Dus ik, ik had ook in mijn pakket Nederlands, Frans, Duits en Engels. En ik sprak ze alle vloeiend voor mijn mondeling examen, kreeg ik 10, 10, 10. Nee, voor alle dat taalvakken. Ja, dat ja. En ik dacht ja, logisch, de. Ja. En daar had ik hem ook zo tuk mee. Want ja. daar kon ik hem natuurlijk enorm mee zieken. Ja. Met moeilijke woorden. En dan begreep je het niet. Nee. Dus dan ging je nee doen alsof je wist wat het was. Nou, dan lagen land en ik in een deuk van het lachen. <laughs> ja. Want dan hadden we hem tuk. Dus, ja. dus dat zijn de dat zijn kleine dingen waar je... Dat is je kleine verzet. Ja. En dat koester je bijna. Ja. Onze geheimtaal koesterden we echt. Snap ik. En omdat je samen bent, en misschien is dat ook wel mijn geluk geweest, omdat je kunt delen. En letterlijk, gedeelde smart is halve smart. Ja. Dus ook zoek, als je jong bent en je hoort dit, zoek iemand. Die je begrijpt en waar je je geheim mee kunt delen, zodat het minder zwaar wordt om te dragen. Want alleen dragen. Ja, dat is echt te zwaar. Te zwaar, ja. ja. Hey, ik uh, vroeg me af of jij ook uh, op school dan mensen had waarvan je. Want leraren, die zagen natuurlijk wel wat in jou. Zo'n bevlogen iemand die uh, allemaal zulke hoge cijfers haalde en zo. Waren er ook leraren die uh, dingen in jou zagen? Ik bedoel, los dan misschien van het feit dat je ze. Niet echt wat verteld hebt, dat vul ik even in. Maar. Nee, ik, ik heb nooit iets verteld, alleen maar dat er thuis problemen waren. Ja. Zeker ten tijde van de scheiding. En ik had een geweldige biologie-leraar. Dat was de broer van uh, Harm Sieze. Hij heette Bert Sieze. Waar ja. ik waanzinnig leuk vind. Ja. En die kon ook rechts en links schrijven tegelijkertijd. Nee. Dus, maar echt bizar. Ja. Dus hij kon spiegelschricht en het ging naar. De, en, en die heeft toen gezegd, zullen wij niet eens een test doen om te kijken? Want hij was ook counselor. Dus ja. Met hem kon ik wel praten, maar ik praatte nooit over misbruik. Mm -hmm. Maar hij heeft mij voor het eerst een beroepskeuze-test laten doen. Dat was toen net helemaal in, weet je, zo ja. eind jaren 1977. Mm -hmm. En toen uit die test kwam dat ik voor 93% geschikt was voor theater. Nee, wat nou, leuk. toen dacht ik, ja, hoe weten ze dat nou? Ja, hoe ja, hij zegt, ze? ik kan er ook niks aan doen, dat staat er. Ja, weet je, dan moet je, weet je, zorgt u veel of doet u. En hij zei, en je hebt een prachtige stem, zei hij, dus misschien is dat wel wat voor jou. Was je toen al aan het zingen en al... Ja, ik toen, zodra mijn stiefvader verdween uit mijn leven, kon ik weer ademhalen. En ik had altijd uh, uh, longziektes, zeg je? dus uh, uh, bronchitis en voor angina. Want, want dat zit natuurlijk letterlijk waar je spreken zit. Ik kon niet spreken, dus ja. dat ontstak. Dat mm -hmm. vind ik fysiek is niet psychisch, zeggen ze dan. En op het moment dat ik heb leren ademen, ging ik naar zangles en leerde ik gewoon zingen en van bladmuziek en klassiek En ik zong ook alles. En mijn zangleraar die was zo blij met me. Die, die, die ging echt huppelend door de kamer. Maar dan zei hij, zing iets van saal. Dus oh, zing eens de Koningin van de Nacht van Mozart. Ja, maar dat is goed. Heerlijk. Ja, wat leuk. Wat leuk, wat leuk. Nee, maar dus, dus Bert Siese, mijn biologieleraar, ja. heeft me eigenlijk... Een, een boost gegeven in zelfvertrouwen. Ja, want soms kan het natuurlijk zijn, zonder dat je uitspreekt wat je allemaal hebt meegemaakt, dat toch iemand belangrijk voor je is. Juist, toch? iedereen. Dus niet je ouders zijn belangrijk, want die laten het zien hoe het niet moet. In, in jouw zowel geval. mijn vader als mijn moeder <laughs> in mijn geval. Ja. Dus zoek je andere ankers ja. waar je aan vast kunt houden. En hij was er een van. Ja. En meester LaGrau op de lagere school, die, die is net vorige maand overleden. Ja. Die kon zo mooi verhalen vertellen. Dan, dat, dus dat was een voorbeeld. Ja. En mijn balletje. Okay. Gewoon een prachtige, etherische schoonheid. die zo mooi bewoog. dat ik dacht: als ik later groot ben, wil ik haar worden. Ja, en zo kan je dan inderdaad toch van die uh, ja ankers noem jij het ja. hebben, waarvan je denkt van daar richt ik me op ja. en daar hou ik me ja. Ja, geluk uit of plezier of ja verwondering. De toekomst haal je eruit. Toekomst, ja, toekomstbeeld. Ja, zeker. En zoals zij leefden, dat, dat noemde ik het goede voorleven. Ja, snap ik. En, en, en dat dus ik dacht, oké, okay, dat is in ieder geval een optie. Ja. En hand in hand met mijn zusje kom ik een heel eind. Ja, zeker. Ja. Heb jij nog een hele belangrijke boodschap voor de mensen die thuis zitten te luisteren? Als je het gevoel hebt dat een kind wordt misbruikt, ga dan niet oordelen. En probeer niet meteen zo'n kind weg te trekken uit een huiselijke situatie. Maar kijk eerst wat je gewoon kunt doen om dat kind veilig te laten zijn. Al zorg je dat dat kind veilig bij jou is voor drie uur. Dat kan het verschil al maken. Laat zien hoe het leven is zonder die angst. Want dan zien ze toekomst. Mm -hmm. En stel je voor dat je, denkt, dat, je dat denkt. Hè? Je hebt het vermoeden van iemand. En uh, als ja. ik dat zou hebben, dan zou ik al bijna ernaar vragen of zo. Zo'n uh... eerst moet je ze veilig laten Precies. voelen en je moet ze beloven dat wat ze jou vertellen bij jou blijft mm -hmm. en dat je in eerste instantie niet meteen zult handelen op wat je te horen krijgt, ja. want je moet elkaars vertrouwen winnen en pas als dat vertrouwen er is en die veiligheid er is, dan kun je vragen: zullen we niet zorgen dat er een andere manier voor jou van andere plek voor jou komt? Want dit is ondraaglijk voor je. Mm -hmm. En, en, en op een andere manier lukt het niet. Veel nee. mensen hebben mij gevraagd: is er iets bij jou thuis? Nooit zou ik het zeggen. Want ik ben in de viswinkel net zo onveilig als bij de groenteboer, als midden op straat. Ja. De veiligheid moet je eerst bieden Krijgen, voordat het ja. vertrouwen komt. Ja, zeker. Nou ja, dat uh, ja, Wat het is het weer klaar, Ik zit net uh, 56, zijn we alweer lekker dan? Is het alweer weer 56? Oh ja, dan, dan hebben we nog een paar minuten. Oh, Want goed, uh, ik ja. keek op die en uh, daar hebben we nog maar twee minuten. Dus uh, dan kijk ik naar de verkeer. leven is heel nee, wonderbaar. Maar dan is het mooi. Hé, hey, um, um, ik, uh, ik zit nog te denken van. Uh, uh, ik wou uh, uh, nou, iets over mijn moeder zeggen. Mijn moeder, die heeft uh, dingen meegemaakt in haar leven waar ze uh, ook uh, nou, ja, last van heeft. En. Um, ik wou het ook uh, voor een beetje aan haar opdragen, de, dit programma dan, hè, aan mijn moeder. Um, maar uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is, uh, zat ik over haar te denken. Van ...dat je begint, Het begint dan op een gegeven moment, hè, als je die veiligheid hebt geboden aan iemand. En je, je, je bent uit die hele situatie uiteindelijk getrokken, zou ik maar zeggen. Op uh, wens van diegene zelf, natuurlijk. Uh, dat je dan ook uh, begint aan de erkenning, of zo. Denk je niet dat erkennen van het feit dat het gebeurd is. En, wie je bent, ja, heel belangrijk de, is. Het ergste wat ik elke keer hoor van ja? iedereen die mij schrijft en mailt enzovoort. Die zegt dat mensen gewoon ontkennen dat het gebeurd is. Doet mij nog steeds Precies. zoveel pijn. Moeders, tantes, ooms, neven, broers. Ik, wil, ik heb natuurlijk ook een halfbroer die steeds zegt. Is dat gezeik over die, van die eerste, is, is dan nog niet voorbij? Mm -hmm. Dat je denkt, nee, dat gaat dus nooit. Want dat was namelijk nogal heftig, ja. lieve halfbroer. Ja. En ook moeders die ontkennen. Weet je, de pijn van hun eigen kind, dat is zo zwaar om te dragen. En dat is zo gemeen. Daar moeten moeders ook echt uh, voor op hun flikker. Ja. Ja, ja, ja. Als moeder heb je één verantwoordelijkheid, dat is namelijk je kind. Ja. Niet je eigen leven, je kind. Ja. ja, Nou, dat is heel belangrijk dus. Dus die erkenning. Ja, Hè? erkenning. Horen. Gewoon zeggen, jeetje, en dan empathisch reageren zou zo fijn zijn. Hè? Ja. Je hoeft niet meteen een probleem op te lossen. Hè? Nee. Weet je wel, maar je, als je alleen eens dat jeetje liefje, wat erg voor je, ja. wat moet jij verdrietig zijn geweest? Wat moet jij je alleen hebben gevoeld? Mm -hmm. Wat moet jij ongelooflijk in paniek zijn geweest? Want een kind heeft namelijk twee ouders waar je op vertrouwt. Ja. En die veiligheid verschaffen. En als de vader het één doet en dan de moeder ook nog niet. Dat je dus ook niet erkent en dus ook geen veiligheid verschaft. Nou, dan ben je als kind echt verloren. Ja, nou het is uh, een, een mooi, uh, mooi dat jij er zo open over kan praten. Want, ik, uh, ik doe het om te helpen. Want ik nog weet dat er zeker in deze fucking coronatijd. heel veel verdriet achter de, acht, achter de voordeur zit. Ja, zeker. Dat heel veel kinderen nu het slachtoffer zijn. En, en het heeft ook vast iets te maken met die 400.000 mensen. die allemaal een abonnementje hebben op het Pedofiele Netwerk. Ja, dus als het daar zoveel zijn, zijn er misschien hier ook wel zoveel van. Heren, alsjeblieft. Ja. haal toch je lullen je broek als je kind in de buurt is. Doe het niet gewoon. Precies. En naar uh, kinderen, bel naar de kindertelefoon. Kare Heel hartelijk bedankt voor het komen. En volgende week is er een nieuwe Mooie Mensen. Dag lieve mensen! Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan, aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Mensen.